Heeft u eigenlijk de petitie al getekend? Tuurlijk. Nee. Nee. Die heb ik al getekend, het weekend al. Nee. Nee. Niet van plan ook, denk ik. Nee. Of u al getekend heeft, vroeg ik me af. Nou, een petitie aan jezelf moet je niet ondertekenen. Nee. Onverdeeld Open is het manifest met als boegbeeld Mona Keizer. En ze willen af van het corona-toegangsbewijs. De petitie die daarbij hoort, wordt massaal gesteund. Meer dan 700.000 Nederlanders willen dus ook af van dat groene vinkje. Duidelijk is dat de druk om coronamaatregelen los te laten steeds groter wordt. Hoe kijkt u ernaar dat uw oud-staatssecretaris meer dan 700.000 mensen weet te mobiliseren om een petitie te steunen? Nou, om het land verder van het slot te halen en nooit af te gaan van het coronatoegangsbewijs. Nooit getwijfeld Mona's vermogen tot mobilisatie. Ja, maar u zegt de hele tijd, nou, we moeten voorzichtig zijn. Dat is ook begrijpelijk. Maar hoe groot ervaart u eigenlijk de druk vanuit de samenleving? Nachtclubs willen open, iedereen wil weer verder kunnen leven. Jongeren kunnen misschien niet meer op vakantie, omdat ze een booster moeten nemen. Ja. Hoe groot ervaart u die druk eigenlijk? Die is enorm. Zo, ja. Ik denk dat u die ook ervaart. En die zie je natuurlijk ook in de media terug, mensen die op straat spreekt. Je ziet het terug inderdaad in de actie Mona Keizer, maar uiteraard breder, hè, de 700.000 handtekeningen. Dat is massief. Denkt u ook dat het ertoe gaat leiden dat het kabinet daarna gaat luisteren? Ja, dat mag je hopen. Kijk, als er rond de 1 miljoen wordt getekend, dat is niet niks. En het geeft wel een signaal af dat mensen het gewoon ook helemaal zat zijn. En dat ze ook niet meer snappen waarom zo'n CTB er nog is, zo'n coronapas. Wat is de reden om het niet te doen? Nou, ik snap de initiatiefnemer zelf van die petitie, want we moeten natuurlijk ook af van die coronatoegangsbewijzen. Maar om nu te zeggen, we schaffen alle maatregelen af en we schaffen nu helemaal dat coronatoegangsbewijs af, dat vind ik ook best wel risicovol. Het is nog niet zover, maar het kan net het setje zijn wat nodig is om de politiek toch in beweging te krijgen om die coronatoegangsbewijzen gewoon af te schaffen. Kan het met petities zo gaan dat dat het kabinet zegt van nou, hartstikke leuk, maar er niks mee doet? Kan dat hierbij eigenlijk ook nog wel? Dat kan altijd, maar ik denk dat je zo'n signaal wel serieus moet nemen. Dat ze langs de tijd heeft gehad, dat is voor mij wel evident. Het helpt om de besmettingen lager te houden, dat is wat we nog even nodig hebben. En dan denk ik, ja, liever de theaters weer helemaal vol, die openingstijden helemaal los. En ook die coronatoegangsbewijzen wil ik ook het liefst vanaf, maar ik ben vooral tegen die lockdown. Als het gaat over een massief verzet, in hoeverre is het dan vol te houden om toch voorzichtig te blijven zijn? Want ja, een massief verzet, veel onrust, onvrede zorgt ook voor een samenleving die misschien ontwricht raakt. Ik beschouw het als mijn eerste taak om ervoor te zorgen dat het land veilig is. En dat ook onze volksgezondheid veilig is. Dat is de belangrijkste taak die we als kabinet hebben. Naast uiteraard zorgen voor een goed draaiende economie. Dat zijn de kerntaken van de politiek. En daarbij weeg je alle maatschappelijke signalen. Maar in de kern gaat het natuurlijk om uw en mijn gezondheid, volksgezondheid. En als het kan, ja, alsjeblieft, versoepelen. Per saldo, als u mij vraagt hoe kijk je er nu naar, gematigd optimisme.